De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM zal met de komst van American Airlines haar positie binnen de luchtvaartsector niet verliezen. De SLM is onderdeel van het luchtvaartbeleid van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. Minister Albert Chibitane van Transport, Communicatie en Toerisme zegt in gesprek met onze nieuwsdienst dat SLM niet de luchtvaartindustrie is, maar een deel daarvan. De SLM is een van de oudste luchtvaartmaatschappijen in Zuid-Amerika. De luchtvaartindustrie ontwikkelen betekent dus nieuwe markten aanboren, nieuwe destinaties aandoen. En Suriname Airways is onderdeel van het luchtvaartbeleid dat wij nu voeren. Wij zeggen van nieuwe destinaties aanboren, maar dat kan je alleen wanneer je open skies verdragen gaat tekenen of zal aangaan. We zijn nu bezig met Colombia, met Turkije, met de Verenigde Arabische Emiraten om, om een luchtvaartovereenkomst te tekenen. Ook België hebben we onze pijlen op onze vizier opgericht. We praten dan over Brussel, de hoofdstad van, althans het hoofdkwartier van de Europese Unie. We moeten veel breder kijken naar de ontwikkeling van deze industrie, van de luchtvaartindustrie. En SLM is daar onderdeel van. En niet omgekeerd. En daarmee wil ik ook iedereen geruststellen. Maar tegelijkertijd vraag ik ook degenen die ongerust zijn van wat gaat met SLM gebeuren. Als je ook een nationalist bent, boek dan ook SLM. Ja? De bewindsman zegt verder dat de SLM haar sporen niet verdient en haar stempel heeft gedrukt binnen de sector. Daar moeten Surinamers waar dan ook trots op zijn. Wij weten dat SLM nu in een moeilijke positie zit. Maar ze krijgen met de maatregelen die ze treffen wat ademruimte, meent de TCT-minister. En het ligt ook aan de innovativiteit die ze aan de dag zullen leggen. Het is concurrentie, maar je gaat ook uit een ander vat moeten tappen. Je gaat kijken, zoeken naar mogelijkheden. En wellicht ook samenwerkingsverbanden aangaan met niet alleen American Airlines, maar met andere airlines. American Airlines is een grote speler, niet alleen in de USA, maar ook worldwide. Dus zie daar ook kansen voor SLM. De afhandeling doet SLM totaal hier in Suriname, dus zie daar een voordeel. Maar wanneer we praten over perks op de route Paramaribo-Miami, dan zal dat bepalend zijn. En de passagier zal kiezen tussen de dienstverlening. Welke dienstverlening wilt hij allemaal hebben? Wilt een passagier extra bagages meenemen? Moeten ze ervoor betalen? Ga zo maar door. Dat zijn zaken die eigenlijk de factoren die bepalend zijn bij de concurrent of bij concurrenten onderling, dat zij zullen kiezen van ga ik American Airlines of SLM of een andere airline kiezen. Maar SLM zal zeker uit een ander vat moeten tappen. En ik wil de Surinaamse samenleving niet vragen om huiverig te zijn. Maar als je nationalist bent, dan moet je dat ook tonen. Minister Chibitane benadrukte nog dat nog de samenleving, nog de SLM, de komst van American Airlines als een zwakte moet zien. Het moet gezien worden als een mogelijkheid voor bereikbaarheid met de rest van de wereld. Het volledige interview met minister Chibitane kunt u volgen op onze Facebookpagina.